I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve tapties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. En Jesse Silver ligt lekker te slapen zo hier achterin. En wij zijn onderweg naar mijn bestie, want zij is bevallen. Ja, ze was 38 weken en 3 dagen, als ik het goed heb. En ja, toen kwam het kleine meisje, kwam er. Het heeft haar heel veel moeite gekost. Het was niet, het ging niet van een leien dakje en toch nog wel wat complicaties. Maar we gaan er voor het eerst zien, ik heb er zoveel zin in. Weet er niet of we mogen filmen natuurlijk, maar... Ik kan me zo voorstellen dat ze even denkt om een euro op de camera. Ja, even op. Maar in ieder geval, we zijn er inderdaad. And I think to myself, and I'm thinking out loud, we won't need nothing else. So we have the rest of our time. Ook zo'n leuke naam, hè? Charlie. Ik ben jaloers op de bos haar. Ja, en een kleurtje, nu al. Ja, echt hè? Ja. Ik ben blij dat het met Ellen ook weer een beetje beter ging. Yeah. Want die heeft uiteindelijk na 24 uur bijna bevallen alsnog een spoedkeizersnee moeten ondergaan. Wat een verhaal ook, hè? Ja, ach. Jezus, man. En ze was zelf ook heel blij dat ze weer een beetje uit bed mocht en kon. En ik heb een super gaaf, rijden we net nog een tunnel, camera-band gekregen voor nog mijn verjaardag. Want daar konden ze toen even niet op komen. Echt heel lief. Ja, heel tof hè? En de cadeautjes vielen in de smaak. Gelukkig. Ja. En we gaan nu onderweg, of we zijn nu onderweg naar Tilburg. Vanuit Beverwijk gaan we door naar Tilburg. Want zijn kleine broertje. Luca. Die. Grote broertje. Die wordt 18. Ja, is gewoon echt volwassen nou. Ja, is bizar. Kijk, ik was 15 toen hij geboren werd. Ja. En nu wordt hij ineens 18. Dus... Ja. Dus ook vooral zo confronterend dat je denkt: ben ik al zo oud? Of help ik je nu net op die op dat idee? Ja, leuk. Kijk, oh, heel druk hier. Nou. Nee, ik heb helemaal geen moeite met mijn leeftijd. Nee. Ik heb meer moeite met het feit dat ik gewoon. Ik was ook Amsterdam, hè? Ja. Dat ik wat kaler word. Dat is eigenlijk het enige. En verder. Ja, en dat ik op moet letten met koolhydraten. Dat merk ik wel hoor. Ouder je wordt, hoe sneller dat het eraan komt. Ja. En moeilijker eraf gaat. Ja. Dus dat, ja. Nou. We gaan rijden. Ja. Ik wil eigenlijk. Oh nee, want dat ding doet het natuurlijk niet meer. Wat? Ja, kijk of die drone nog op kan laden, al is het maar voor een klein stukje. Ja. Ik krijg hem allemaal aan. Ik zou zeggen, druk het knopje uit, in. We zien jullie zo weer. En stop hem weg. De eerste
even open gehouden, ja. Maar hij heeft nog niet meer baat, die was al was helemaal het, ja, ja. Dus god, dit is wel zo jong. Het is echt verschrikkelijk, ja, het is zo leuk. Dat moet ook wel geen leuk jongen, je kunt het niet meer. Ja, weet je, zo, zo, ze zijn bezig met een huisschool. Ja, ik hoor dat ook. Hallo? Ja, zo, ja, je bent in de omen. Ja, we maken elke dag maar feestje van in de omen. Hallo? Ja, ik moet zeggen, dat doen we het allemaal wel. En Oh jee! Oh jee! Hij doet de poort maar niet. Zou je niet even de deur open doen? Wacht even, dan doe ik het anders. Hij is te zwaar. Oh! Hier is je cadeautje, Luca. Luca, dat is voor jou, dat is een cadeautje. Even pakken. Oh, jij wil die wel pakken. Kijk wat erin zit. Oh, leuk. Hij moet eigenlijk vliegen, maar dat weet je niet. Hij gaat vliegen. Ja, nou wel, hij ziet eruit, hè. Maar ligt te zwaar in hier. Oh ja, nou wel. Hij kan echt niet veel hebben, hè, dan. Nee. Nou, dat is Lucas. Oh, Lucas ging mij al vast. Hij zit vast. Voor het etentje. Dankjewel. Ik heb er wat lekker voor. Ja. Hij is over de tijd of zo. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Doe er wat leuks van. Nou. Ja, dus hij weet het niet. Hier is de actie. Zo, zeg. Dekking. Hij is overdraaid. We zitten in de kaart in, maar dit is de kaart. Je kunt ook zelf dingen kiezen. Maar doe je online of zo. Oh, hoe is dat? Is dat een kaart? Ja, dan kan je zelf kiezen. Jongen, jongen. Zijn we vier de sambal vergeten.
En ons beker met het hapje van Jesse Silver. We hadden bijna het op camera dat Jesse van zijn rug naar zijn buik ging rollen. Maar zijn arm zit nog net in de weg. Maar hij gooit die been erover en die arm niet bij. Zo, het was echt bijna. En Pien, poesje van... Ja, was ze lief. Van oma, zeg maar. Die ging uit het niks ineens Jesse Silver een kopje geven. Dat was echt goed. Maar, een ander primeur, maar dat heb ik niet echt op camera. Ja, één keer op camera. Hij ging gewoon achter kruipen. Hij deed eerst zo. Zo, alsof hij ging zwemmen. En dan deed hij helemaal strekken zo. En dan zijn kont omhoog. En dan schoof hij naar achter. Wel zijn slaapzak uit straks, hè? Ja, dat moet ook. Hij kan. Hij doet het expres nou gewoon. Hij zei het naar achteren. Oh, hou op met me, hoor. Rijntje nog. En dan kreeg ik allemaal een lijfje op de telefoon en toen zei ze van, kijk dan, hebben jullie een goede vlucht gehad? En dan denk ik zo, ga naar achteren, dan gaan we door naar het andere spel. Ja, ik weet het allemaal niet meer waarom. Precies de beeld. Hij begon hier. Heel stabiel. En dan is hij daar. Ze houden het allemaal niet meer bij. En dat deed hij echt een paar keer. Hij deed niet meer ongeluk. Hij deed echt super expres, want hij lag eerst naast de mat en ineens lag hij helemaal achter de mat. Ja, dat was heel bewust. Ik weet niet of dat vroeg is. Gewoon kruipen. Kijk, Lucas, die was na 9 maanden en ging kruipen. En die ging waarschijnlijk echt kruipen. Ja. Die ging kruipen. Ja. En dit was een soort van achterwaartse tijger. Ja. Krabbel. Dus ik weet niet of dat vroeg is of niet. Dus nu is het helemaal. Oh, we rijden een toernooi. Dus nu is het helemaal goed dat we. Een pyjama. Of nee, een. Een slaapzakje aantrekken, want anders dan duikt hij zichzelf ineens onder de dekens. In bed. Ja, of vandaag morgen tikt hij zich op en dan ligt hij eruit. Ja, nou dat zal nog wel een beetje even duren, denk ik. Nou. Ja, zoals ik al wel al gezegd heb, ik denk zodra hij kan zitten, gaat hij in de buik. Ik denk niet dat het onverstandig is als alles gewoon vast is. Een standje op een laag zit. Denk je? Ja, dat is wel. Je zag er ook hoe die boog trok. Ja, maar dan heeft hij echt iets boven zien. Ja, en dan denk ik maar die spijt, de leuning van de bedrand. Zo boven zien. Als hij helemaal zo ver is dat hij zich daar aan kan optrekken. Zien we jou weer bij de volgende vlog. Zie je weer bij de volgende vlog. Ciao.